onderzoek gedaan. Dat gaf de heer Van Helvert aan. Excuses. Er is eerst een interruptie nog even van de heer Van Helvert en van de heer Houwers. Dank u wel, voorzitter. Ik zeg dit graag tegen de staatssecretaris, voorzitter. Maar ik zeg het ook tegen de heer, in de richting van de heer Hoogland, mede voorzitter. Want de lijst is lang. En ik denk als onze taak als voorzitter, en mijn vraag is dan dadelijk, hoe kijkt de staatssecretaris daar tegenaan? De lijst is lang. Onze taak als volksvertegenwoordiger zie ik meer dan het aftikken van lijstjes. En de vraag is ook van, is bij al die lijstjes, hè, als je dan kijkt, want ik vond, voorzitter, dat de heer Hoogland zei dan net, zei ook in de richting van de staatssecretaris, zei daar heel duidelijk, ik hoop dat asperges niet, enzovoort, enzovoort. We hebben zelf allemaal besloten dat die Betuwelijn geknutseld wordt en dat we over de Brabantroute gaan rijden. Dus langs Dordrecht, Venlo, Breda, Horst, Deurne en Eindhoven. Daar hebben we zelf voor gekozen. We hebben zelf voor gekozen dat die autonome groei mag groeien. We hebben er zelf voor gekozen als overheid dat er jarenlang niks aan gedaan is. Mag een gemeente, mag een regio, die daar zelf ook geld in wil steken, dan ook bij de overheid aankloppen om er iets aan te doen. En natuurlijk maken een keuze. Dat is politiek. Dat zeg ik ook, voorzitter, niet alleen naar de staatssecretaris, maar ook naar de heer Hoogland. Dat is politiek. Keuzes durven maken, buitenlijstjes aftikken. En iedere regio mag bij het CDA aankloppen om dat onder de aandacht te brengen. En dat doe ik voor Overijssel, dat doe ik voor Friesland, dat doe ik voor Groningen, dat doe ik voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en noem ze allemaal maar op. En in dit geval hebben we een groot probleem in Venlo. In dit geval is er een groot probleem in Venlo waar een levensgevaarlijke situatie aan de hand is. Met veel giftige stoffen en veel verkeer. En daarom blijf ik hier een punt van maken, gisteren, vandaag en morgen. Voorzitter. Nee, ik dacht ik laat even gaan. De staatssecretaris. Voorzitter, 5 dingen. 1. Meebetalen is niet exclusief aan de regio waar we het nu over hebben. Dat doen alle regio's. 2. Ik heb u toegezegd dat ik de Brabantroute in consideratie zou nemen hiervoor. Als het gaat om lijstjes, er is nog 140 miljoen beschikbaar. Er moet eerst een aanvraag komen. De aanvraag over de 4 paadjes heb ik echt nog geen maanden binnen. Dus laten we niet een verkeerde voorstelling van zaken maken. Dat is niet chic, niet vanuit u, niet vanuit de regio. Het gaat hier om dat als de overgang daarin valt, dat ik daar ook objectief naar kijk. Dat ik daar de criteria voor gebruik die ik voor al die overgangen maak. Want er zijn ook andere regio's die ook overgangen hebben die ingediend kunnen worden. Het is dus aan de regio om dat in te dienen. Er is nog 140 miljoen beschikbaar. Dus laten we nu niet net doen alsof we op ons laatste stapje, oortje, bezig zijn. Nee, ik wil er objectief naar kijken. Toezegging heb ik gedaan. Het is nog niet zo lang geleden ingediend. Dan de suggestie dat vervoer voor gevaarlijke stoffen primair via Venlo zal gaan. Dat is niet juist. Gevaarlijke stoffen gaan primair via de Betuwe-route, ook in periodes waarin de Betuwe-route slechts gedeeltelijk beschikbaar is. Alleen in gevallen waar de Betuwe-route gesloten is door volledige buitengebruikstelling tussen Zevenaar en Oberhuizen, kunnen treinen met gevaarlijke stoffen omgeleid worden. En als het gaat om rekening houden met de autonome groei, vooralsnog is er voldoende ruimte beschikbaar in de beschikbare capaciteit, ook als er sprake is van gedeeltelijke buitengebruikstelling. Dus op het moment dat wij hier het debat gaan voeren over 1 overgang en hier op deze manier over praten, vind ik dat we een aantal andere overgangen echt tekort doen, suggereren dat hier sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie. Nee, hier is sprake van een situatie waar we naar kijken, die binnen het programma valt, waarbij ik alleen heb toegezegd dat ik de Brabantroute ook een consideratie zou geven. Dat is voor mij het kader waarbinnen ik werk, dat is voor mij het kader hoe ik er naar kijk. Dan voorzitter. Ik kijk even of er nog een vervolgvraag is van de heer Van Helvert. Nee, niet. Dan was de heer Houwers ook gegaan. Ja, voorzitter, dit soort zaken geven altijd veel emotie. Dat merk je ook in deze discussie. Maar veiligheid en spoorwegen en overgangen geven emotie. En mijn vraag aan de staatssecretaris is, ze geeft nu aan, in totaliteit is voor die verbetering nog 140 miljoen beschikbaar. Dat zal denk ik toch royaal te weinig zijn om dit lijstje af te werken. Wanneer is duidelijk hoeveel daarvan nu benodigd al is? En wanneer de vraag gerechtvaardigd is aan bijvoorbeeld de heer Hoogland, die zojuist zei van ja, als het nodig is en we zien het en het geld is op, dan zijn we wellicht bereid om er extra geld bij te geven. Wanneer is dat moment dat we daar zicht op hebben? Ja, voorzitter, geen enkel probleem dat ik mijn hele woord voor.